Maar trouwens wel mensen die zich afvroegen, nee, of je ooit zo iemand zo hoog hebt zien springen eigenlijk, zoals Ronaldo. Even kijken wat hij stond. Maar nooit gezien. Is dat echt uniek wat hier gebeurde? Matthijs Kwaaijkoff uit Os. De enige die er een beetje bij in de buurt komt, is die goal van Ruud Gils tegen Feyenoord. Ja. Kan je die nog herinneren? Helemaal recht staat hij. Helemaal dan. Recht. Die bleef ook. Was je de goal al voorbij toch zo'n beetje toen? Ja, ik weet maar niet. Maar Ruud Gils komt dat ook. Die kon uit stand. En dat is de grote kracht als je uit stand kunt springen. En Ruud Gils die kwam er uit stand boven je uit. Ja. Ja. Was dat met zijn haarperiode of voor zijn haarperiode? Voor zijn haarperiode. Dat was ook zo dat iedereen dacht van hoe is het mogelijk? Dat ook niemand van Feyenoord meesprong omdat hij veel eerder ging. Dat was met Ronaldo ook. Maar Ruud Gils was een speler die deed eigenlijk niks in het veld. En dan dacht je na een uur van tjonge, ik heb een vrije dag. Hè, want je hobbelde wat achter die Gils aan. Ja. En dan poem, dan lag hij erin. Hè. Ja, ja, ja. Ik heb hem echt 23 keer alleen voor de keeper gezet dat jaar. Ja? Toen werd hij topscorer van Nederland. Speelde die naast me en dan ging ik iedereen voorbij. En dan stond hij de godverdomme weer. Weet jij nog? Ik moest hem geven, hè? Ik kon niet anders. Want, ja. En dan huppen, dan ging ik weer iedereen. En dan stond hij weer die. En, dus, en hij lag ze er zo in. En dan zo, hij kwam wel naar me toe dan. En toen zei hij, na dat seizoen zou ik weggaan. En hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet nog een jaar blijven. Gewoon nog een jaar met mij spelen. Ja, dat is goed voor je. Hij zegt, dat is goed voor je ontwikkeling. Twee dagen later tekent hij bij PSV de tering aan. Had ik bijgetekend. Ruudje, hè? Ja, hele aardige man. Ja, vreselijk aardige jongen. Was jij erbij dat hij dat contract bij Jamin had getekend? Of was jij daar niet bij? Bij NAC? Ja? Oh, nee. Was hij tekende een contract bij Jamin voor 9 ton toen. Ja. Bij Jamin, maar wat ging jij? Ja, dat zou die dingen, voor gaan doen. En daar heeft hij geweldige zakken mee gevuld toen. Ja. Maar wat, help me even mee, wat heeft hij gedaan voor Jamin dan? Ja, ik heb geen idee. Eigenlijk niets zichtbaars. Nee. Maar, voor 9 ton? Ja, voor 9 ton. Maar dat was in die tijd. Dat was enorm veel geld natuurlijk. Dat was een enorm bedrag. En Ruud verzorgde zichzelf heel goed. Dat had René me wel eens verteld. Kijk, hij had dinsdag, woensdag, donderdag had hij toch wat last van een spiertje. En dan ging hij in bad zitten en dan moesten hun trainen. En dan kwamen ze terug en dan stond Ruud zich te scheren. Ja. En dan waren ze tegelijk klaar. Ruud met scheren, hun met trainen. Ja. En dan op vrijdag ging hij het voorzichtigjes proberen met op de training. Aan. Met zijn slippers aan. En op zondag schoot hij er 3 in. Hè? Ja, met zijn slippers aan trainen die dan. Daar hield hij niet van als je dat schreef, zo'n verhaal. Goeie groot. Een hele aardige man, ja. En een tand kwijt, of zo? Ik zit altijd naar te kijken. Ik weet niet waar ik op gebeten heb. Ik was vanochtend een tandenpoes, was ik een tand kwijt. Ik zit te kijken. Ja. Ik zie zo'n heel gat, zeg ik dan. Ja. Dat is dus echt zo. Ja, maar volgens mij had ik hem gisteravond nog. Ja, volgens mij ook, maar... Ja, en ik ben toch... ik ben toch rechtstreeks naar huis gegaan. Ja. Ja. Nee, ik zit zo te kijken, die zit er nou. Want tegenwoordig met die piercings, dan kun je wel eens voor rare verrassingen komen te staan. Maar, nee, denk nou aan meneer Halkers. Nee, maar die meneer die weet helemaal niet wat piercings zijn. Nee, wat zijn dat eigenlijk, piercings dan? Hey, wat zijn dat dan, piercings? Ja, maar jij bent zo'n burgerlijke lul, we moeten jou alles uitleggen. Ik heb geen flauw idee, inderdaad. Ja. Maar heeft jouw vrouw geen piercing dan? Ze heeft ze net uitgedaan. Maar ben je me echt net kwijt, die tand? Is echt nee, al... ik heb vandaag het ontdekt. Ik heb al gebeld. Ik kan dinsdag terecht. Ja. Maar... Nee, piercings, dat zijn van die bolletjes die kan je zo... Oh. Ik heb er wel eens een ingeslikt. die ging los. Ja, ze had opeens in mijn keel. Wat moet je aan het doen dan? Ja. Wat moet je aan het doen dan? Ik heb mijn tanden aan het poetsen. Ja. Die meneer had niet kunnen schrijven. Graag de Helker, sorry. Het is weer niet gelukt, helaas.